Februari is de maand van Tournee Mineral. De Stichting Tegen Kanker en de Druglijn organiseren al voor de derde keer een oproep om een maand lang geen alcohol te drinken. En zo'n campagne is geen overbodige luxe, want er zijn de recente en toch wel alarmerende cijfers over het alcoholmisbruik, zowel bij 65-plussers als bij jongeren. Hoe ernstig zijn die problemen eigenlijk? En vooral, wat kan de Vlaamse overheid doen om die problematiek in te dijken? Dat is deze week het thema van het debat. Dag dames en heren, mijn gasten vandaag zijn Marijs Gernaert. Zij is directrice van het expertisecentrum VAD voor alcohol en andere drugs. Mijn andere gasten komen uit de politiek. We hebben twee leden van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Enerzijds Vera Jans van CD&V en Jan Bertels van SPA. Welkom allemaal. Mevrouw Gernaert, mag ik met u beginnen? Alcohol is de belangrijkste legale drug in ons land, lees ik op de site van VAD. Dat klinkt een beetje kras. Het is niet echt de perceptie die mensen hebben van alcohol. Ja, het is de belangrijkste drug tout court. Legaal zeker, maar ook als we het vergelijken met illegale drugs. 84% van de Vlamingen drinkt en een goede 10% heeft problemen met zijn alcoholgebruik. Dus we spreken over meer dan 500.000 Vlamingen die een alcoholprobleem hebben. Dat is heel wat. Ziet u daar een evolutie in? Ik bedoel maar, we zien steeds minder cafés in het straatbeeld. We weten dat de bierconsumptie in België ook achteruit gaat. Is er een positieve evolutie? Als we het over Vlaanderen en België bekijken, dan is er eigenlijk weinig evolutie. De WHO heeft nog vorige week cijfers vrijgegeven en de laatste 5 jaar blijft dat op hetzelfde niveau. We zien wat verschuiving. Bier daalt, wijn en aperitieven stijgt. Dus eigenlijk is er weinig evolutie, in tegenstelling tot veel landen in Europa waar je wel een daling ziet. Maar als ik dan meer kijk naar bepaalde groepen, dan zien we wel stijgingen en dalingen. Bij de hele jonge mensen, van 12 tot 15 jaar, zie je een serieuze daling van het alcoholgebruik. Vroeger had 60-70% al alcohol gedronken op de leeftijd van 12 jaar. Dat is er echt helemaal uit. Maar eens 16, de wettelijke leeftijd voor bier en wijn, dan zie je dat echt het hek van de dam is. Dan 84% van de jongeren drinken alcohol. Bij de hogeschoolstudenten mag je daar nog eens 10% bij doen. Ja. Bij de uitgaanders nog een beetje bij. Maar ook oudere leeftijdsgroepen, vanaf 45 jaar, zijn groepen die heel veel drinken. En als we dan nog eens naar gender bekijken, drinken mannen veel meer dan vrouwen. Ja, echt klassieke patronen dus. We gaan het vandaag hebben over alcoholmisbruik. Mevrouw Jans, u heeft die problematiek aangekaart in de commissie in het Vlaams parlement bij minister Van Deurzen. Wat was eigenlijk de aanleiding voor uw vraag? Wel, ik volg dit thema inderdaad al een aantal jaren. En ik moet ook zeggen dat ik nu in deze maand van Tournee Mineral opnieuw merk hoe alomtegenwoordig alcohol is en vooral hoe groot, hoe enorm groot die sociale druk is om eigenlijk gewoon mee te doen. Ik heb dit thema op de agenda geplaatst naar aanleiding van een studie van het Intermutualistisch Agentschap, dus de verschillende mutualiteiten die wij kennen. Die hebben, en ik vond voornamelijk de cijfers van de senioren opmerkelijk, dat per jaar 65.000 65-plussers op de spoedgevallen terechtkomen met een alcoholintoxicatie. Dat zijn tientallen mensen per dag die na een val of wat dan ook op de spoedgevallen terechtkomen, dat daar een arts of een verpleegkundige alert genoeg is die zegt, wij gaan hier een alcoholtest afnemen. Dus wij merken dat daar een bijzonder groot probleem is, ook bij de senioren. Deze cijfers, dat is een verdubbeling bijvoorbeeld met 10 jaar geleden. Dus het is u spreekt over die senioren. Heeft u ook cijfers over jongeren bijvoorbeeld? Wel, ja, de cijfers bij de senioren waren bijzonder markant, maar ook bij de jongeren zien we dat inderdaad bij de prille jongeren er toch echt wel wat uitstel is van dat eerste glas, maar 1x16, dat daar een groot probleem is. Maar ook bijvoorbeeld bij de 40-plussers, bij de gewone, de middelmatige leeftijd, dat we ook daar echt nog vaststellen dat er een groot gedeelte problematisch alcoholgebruik is. De cijfers die we hier hebben, die krijgen we nadat er een bloedname is gedaan op een spoeddienst. Dat is een tipje van de ijsberg. Er is denk ik nog een groot onderliggend probleem in ons Vlaanderen wat betreft het gebruik van alcohol en ook het overmatig gebruik van alcohol. Daarover gaat het natuurlijk. Ja, meneer Bertels, dat wou ik met u ook even aankaarten. We horen cijfers van die 65-plussers die toch een zeer sterke stijging aangeven in de laatste 10 jaar. Maar dat zijn natuurlijk mensen die heel vaak ook thuis zitten. En inderdaad, het topje van de ijsberg misschien maar, die cijfers die we nu hebben. Ja, het toont heel duidelijk aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Zeker ook in
kwestie van mentaliteitswijziging die we moeten krijgen. We moeten echt, zeker ook bij de ouderen, maar in het algemeen voor bij elke leeftijdsgroep, een mentaliteitswijziging krijgen in de zin van dat alcohol leidt, of zeker overmatig alcoholgebruik, leidt tot gezondheidsschade. Dat schadelijk is voor uw geest en uw lichaam. En het alcoholgebruik is niet alleen iets van we gaan even plezier maken, maar het is een gezondheidsschadend effect op uw geest en op uw lichaam. En we moeten daar dus maatregelen nemen om de gezondheidsbevordering te bevorderen en de gezondheidsschade tegen te gaan. En daar hebben we ook als Vlaamse overheid nog heel veel werk aan de winkel. Ja, daar zullen we het straks over hebben. Mevrouw Gernaert, ik koppel even met u terug. Hè. Cijfers bij de 65-plussers die alarmerend zijn, maar ook bij de jongeren toch cijfers die er niet zo goed uitzien. Er is het fenomeen van binge drinking. Hè. Is dat wat daaraan de oorzaak ligt? Dat is één van de oorzaken. Naast binge drinken heb je tegenwoordig ook het fenomeen van indrinken. En dat is vooraleer men naar een feest of naar een evenement gaat, dat men thuis of op de straat tamelijk goedkope alcohol koopt, voornamelijk in de nachtwinkel, en dan zichzelf in de moed drinkt, vooraleer men dan uitgaat en nog verder drinkt. En dan merk je dat dat ook zeer populair is bij de jongeren. Naast het binge drinken, naast ook alcohol en verkeer. En dat zijn niet alle jongeren, dat is een groep, maar een hele hardnekkige groep die ook bijzonder veel drinkt. Leert de ervaring dan ook dat als inderdaad op die jonge leeftijd al binge drinken, dat het echt aanleiding geeft op problematisch gedrag op latere leeftijd? Hoe vroeger je met alcohol begint, hoe groter het risico is dat je op latere leeftijd problemen krijgt als gevolg van je drinken. En dat heeft te maken met de hersenontwikkeling die eigenlijk nog doorgaat tot de leeftijd van 23, 24 jaar. En die door het alcoholgebruik eigenlijk al een aantal keuzes in je leven vastzet in je hersenen. En we kijken bij alcohol vaak naar de gevolgen op lange termijn. En dat is dan allerlei orgaanschade, kanker, verslaving. Maar ook op korte termijn ervaren jongeren problemen. En je merkt dat wat in de cijfers van de spoeddiensten betreft. Maar je merkt dat ook als wij jongeren bevragen, dan zeggen zij dat ze heel vaak een kater hebben, een blackout hebben. Of dat ze achteraf beschaamd zijn over hun eigen gedrag. Of seks hebben gehad, onbeschermde seks, of met iemand waar ze eigenlijk niet echt een relatie mee wilden hebben. Dus in die zin zijn er ook heel wat risico's op korte termijn, maar waar vaak over gelachen wordt en niet ernstig wordt genomen, terwijl dat ook heel ernstig is. Ja, dan is de vraag natuurlijk, wat gaan we daaraan doen? Hè? Hoe pakken we dat aan? Er is het globaal strategisch plan, De Vlaming Leeft Gezonder, in 2025. Dat is een groot plan, een jaar geleden ongeveer door het parlement aangenomen. Daar staan heel wat ambities in, daar staan heel wat plannen in, maar hoe gaan we dat concreet maken? Wat kan de Vlaamse overheid nog meer doen tegen dat alcoholmisbruik? Wel, het is denk ik heel belangrijk dat we alcohol niet als een apart luikje gaan beschouwen, maar dat we dat inderdaad meenemen in een globale gezondheidsdoelstelling. En dan is het cruciaal dat je naar verschillende doelgroepen specifiek gaat werken. Je hebt aan de ene kant jongeren, het fenomeen van het binge drinking of het indrinken. Dat is iets compleet anders dan bijvoorbeeld bij senioren die in alle onschuld elke avond gewoon veel te veel drinken en dat eigenlijk niet doorhebben. Totdat het is misloopt, er een val is en men het dan ontdekt. Dus dat doelgroepenbeleid, dat is wel iets waar we op inzetten. We hebben bijvoorbeeld verschillende projecten naar jongeren, bijvoorbeeld rond festivals en evenementen, waar dat we op inzetten. Of ook bijvoorbeeld naar ouders, om via de huizen van het kind of andere manieren ouders en onderwijzers te leren hoe ga je met dit thema om, hoe pak ik dat aan, preventief, maar ook als het al een stap te ver is. En wat ook heel belangrijk is, is dat we via de jeugdverenigingen en de jeugdhuizen ook echt wat pakketten hebben uitgewerkt, vanuit de professionele organisaties natuurlijk, ondersteund door de overheid, om er echt mee aan de slag te gaan. Die ouderen, dat is moeilijker, want dat is ook in onze beeldvorming, die cijfers die hebben ons wel doen schrikken. Wat daar denk ik belangrijk is, is dat er in elke gemeente is er wel een lokaal dienstencentrum, dat we ook daar de mogelijkheid geven dat mensen in het lokaal dienstencentrum in hun gemeente, in hun wijk, in hun dorp aan de slag gaan om over dit thema te praten. We gaan niet alleen leren koken in het dienstencentrum of naar de Engelse les, we gaan daar ook naar vorming over alcohol. En zo leer je ook tips van wat kan ik doen als ik het wil minderen? Hoe kan ik het vermijden en hoe kan ik dat echt aanpakken? Want mensen hebben plots een probleem. Dit is een heel sluipende drug. Daar wordt heel erg lang
heel erg lacherig over gedaan. Van, och ja, het zal zo erg wel niet zijn. Of het overkomt iedereen. Of maak er maar geen drama van. En dat maakt dat beleid rond alcohol dat heel specifiek is. Maar dat we daar echt wel persistent naar elke doelgroep op moeten inzetten. Een andere doelgroep bijvoorbeeld zijn de zwangere vrouwen. Waar dat we ook nog heel lang hebben gemerkt dat we daar een probleem hebben. En het is zoals collega Bertels zegt. Het gaat ons niet om de alcoholverkoop te doen dalen. Het gaat ons eigenlijk om ervoor te zorgen dat de Vlaming gezonder leeft. Ja. Dat we die gezondheidswinst eruit halen. Dat is denk ik een heel belangrijke klemtoon. Nu Bertels, laat ons nog eens verder kijken rond die preventie. En dan misschien inderdaad op die doelgroep van 65-plussers. Want ik neem aan, jongeren, ja, die kan je bereiken via de school, via de jeugdbeweging, via de sportclubs. Maar wat doen we met die groep van 65-plussers? Ja. Ik zou voor eerst willen zeggen, van eigenlijk hebben we een keten nodig van politieke beleidsvorming. En van beleidsvoering en uitvoering. Dat gaat van sensibilisering, ook over de sociale kost, die ruimer is dan de persoon zelf die alcohol drinkt, maar ook zijn naast familie of omgeving. Je hebt dan sensibilisering, je hebt de preventie, je hebt de vroegdetectie, je hebt dan ook nog de vroeginterventie, zoals wij dat noemen, dat men herstelgericht kan werken, of schadebeperkend kan werken in de twee richtingen, de hulpverlening daarbij aansluit, en dan eventueel nog de repressie als allerlaatste stuk. Je hebt daar een keten van beleidsmaatregelen die je moet nemen. En om dan debat aan te gaan, dus mevrouw Jans zegt van oké, voor de ouderen bijvoorbeeld, moet u effectief werken via buurtgerichte zorg, waar het lokaal dienstencentrum een tool kan zijn. Maar ziet u andere mogelijkheden? Ik zie andere mogelijkheden, ja. Maar in tegenstelling tot wat mevrouw Jans zegt, niet elke gemeente heeft al een lokaal dienstencentrum. Er zijn nog meer dan 100 gemeenten die geen lokaal dienstencentrum hebben. Daar moeten we aan capaciteitsuitbreiding doen, als we dat als tool willen gebruiken. En ik denk dat het een goede tool is. Ja. En een tweede andere mogelijkheid die ik bedoel is van, je moet teruggaan naar wijkgerichte of buurtgerichte zorg. En dat betekent dat je kijkt met je buurt, ondersteunt door professionals, want ik wil het absoluut niet afschuiven alleen op de buurt of op de informele zorg of op de netwerk of de familie, absoluut niet. Die vermaatschappelijking van de zorg moet ondersteund worden en eerst de professionele zorg en daarna de vermaatschappelijking van de zorg om te zorgen dat er terug buurtgerichte zorg is. Ja. Ja, denkt u dan in de richting van bijvoorbeeld straathoekwerkers, wat bijvoorbeeld in een aantal steden nooit ingezet is in het kader van drugsproblematiek? Ja, maar dat zijn dan bijvoorbeeld straathoekwerkers. Maar ik zou het niet straathoekwerkers noemen. Ja, maar je moet het principe anders noemen. Dat zijn mensen die meekijken naar de gezondheidstoestand van de buurt. En die kijken niet alleen naar, in dit geval nu het alcoholgebruik, maar ook naar vereenzaming bijvoorbeeld. Want misschien is die vereenzaming wel een reden voor het gebruik van alcohol. En je moet achter de rolluiken kijken, wat vroeger de buren deden. Moeten dan die sociaal consulenten of sociaal werkers, noem het wilt, maar niet straathoekwerkers, want dat heeft een negatieve connotatie gekregen. Wat de echte oorzaken zijn van het alcoholmisbruik. We hebben het niet over het normaal alcoholgebruik, maar het alcoholmisbruik, het overmatig gebruik. En die moeten achter die rolluiken kijken en terug bij de mensen kunnen durven binnengaan. Samen met de buurman of buurvrouw, dat zou nog beter zijn. Hè? Ja. Maar niet het gewoon afschuiven op die buurman of buurvrouw. Mevrouw Geirat, ik koppel dat toch even naar u terug. Hoor. Ik hoor de lokale dienstencentra inzetten, meer buurtgerichte werking. Hoe ziet u dat? Hoe gaan we die groep van 65-plussers beter benaderen? Ik denk de voorbeelden die hier gegeven zijn perfecte voorbeelden. Daar hebben wij ook materiaal voor ontwikkeld. Aanvullend zou ik nog willen zeggen dat wij toch de rol van de huisarts heel belangrijk vinden. Omdat oudere mensen door toch wel wat beginnende gezondheidsklachten veel meer naar de huisarts gaan. En de huisarts kan dus eigenlijk wel dat alcoholgebruik screenen. Al is het maar beginnen met één vraag te stellen. En als er een gevoel is van hier kan mogelijk een probleem zijn, heb je een hele batterij aan vragen. Wij kunnen de huisartsen ook ondersteunen om met een hele korte interventie toch motiverend te gaan werken en te gaan bekijken, ga ik die doorverwijzen of niet? Dus dat is een belangrijke. En ook de thuiszorg, de gezinshulp, de thuisverpleegkundigen, die moeten veel alerter zijn op dat alcoholgebruik en als er een probleem is, dat ook signaleren. En dan kijk ik ook wel naar de familie. U hebt terecht, zegt u, van niet alleen de familie, maar de familie heeft wel een heel belangrijke signaalfunctie. Maar dus één heel concreet voorbeeld geven. Ik ga nu even teruggaan naar mijn eigen gemeente, waar we dat gedaan hebben. We hebben in Herentals een, wat wij noemen, bezoekersproject geïnstalleerd. Waarbij wij, in dit geval vanuit het OCMW, een maatschappelijk werker of een werkster, of werkers zijn er meer dan één, een bezoek laten afleggen, minimum één keer per jaar, aan elke plus 80-jarige. We zijn begonnen bij de 90-jarigen en zo afgedaald. Ja. En niet alleen omwille van alcohol, maar gewoon om te kijken van oké, wat heeft hij of zij misschien nodig? En daar komt
ongelooflijk veel informatie naar buiten. De meeste, laten we ook daar eerlijk zijn, de meeste van die ouderen hebben geen problemen. Hè? En dat is maar goed ook. Hè? Maar sommigen hebben echt wel problemen. Nee, die zijn als het ware blij dat er iemand over de vloer komt. Hè? Ook al is dat een onbekende in de eerste fase, maatschappelijk werkster. Hè? En die gaat dat wel terug. Hè? We proberen dan een keten van zorgverlening op gang te zetten. Ja. Lukt dat altijd? Nee. Lukt dat veelal? Jawel. Ja. Mevrouw Jans, die keten van zorg die is ook in de commissie ter sprake gekomen, hè, als initiatief om toch meer in te zetten op een globale aanpak vanuit een signaal, meer aanpak en zelfs naar preventie toe. Maar wat moeten we ons daar in de praktijk bij voorstellen bij een keten van zorg? Wel, het is inderdaad dat we voor alle mensen op het spectrum een oplossing kunnen bieden. Dat wil zeggen dat we zeer sterk vanuit Vlaanderen onze bevoegdheid met name inzetten op preventie. Dat wil zeggen preventie van mensen die een risico lopen. Bijvoorbeeld kinderen van ouders die een verslavingsproblematiek hebben, daar moeten we harder op inzetten. Maar ook algemene preventie via de scholen, via de jeugdverenigingen. En dat je dan ook specifiek gaat kijken naar mensen die al hebben aangegeven, ik heb een probleem of er is een probleem geweest, er is al een incident geweest, dat je ook daar zeer specifieke zorg en preventie op richt. En ook verder in de keten, mensen die behoefte hebben aan professionele begeleiding, aan al dan niet residentiële opvang, aan opvolging, dat je ook zorgt dat er daar voldoende capaciteit en zorg is. Het begint denk ik allemaal, en dat is ook wat collega Bertels zegt en wat ik daar straks ook heb aangegeven, bijvoorbeeld die verpleegkundigen op de spoeddienst. Wij hebben ervoor gezorgd dat die verpleegkundigen, want die hebben meer dan de handen vol, laat dat duidelijk zijn, maar die alertheid voor alcohol, dat ze af en toe zeggen van, goh, dit is hier niet zomaar een oudere die een val heeft gedaan in de woning en een nieuwe heup nodig heeft. Er is precies wat meer aan de hand. We gaan die alcoholtest doen. Niet om dat te doen, maar om ook dan die keten van zorg in gang te zetten voor die mensen die toch wel talrijker zijn dan we altijd hebben aangenomen. Ja. Een ander initiatief die genomen is, en het is nog een proefproject, maar misschien wel beloftevol, is de zogenaamde liaison alcohol, waar er nu in 3 Vlaamse ziekenhuizen mee wordt gewerkt. Meneer Belters, wat wordt dat? Sorry? Wat wordt dat, die liaison alcohol? Nee, de liaison alcohol, daar is een positieve evaluatie gemaakt bij de betrokken ziekenhuizen. Dus het komt er nu aan dat structureel verankeren in elk ziekenhuis. En in elk ziekenhuis bedoel ik letterlijk elk algemeen ziekenhuis. Waarbij je dus daar zegt van oké, we doen de liaison alcohol. Ja, om ervoor te zorgen dat het probleem herkend en erkend wordt. Naast de acute zorg die moet verleend worden voor een medisch probleem. En dat er daarna een keten kan in gang gezet worden, niet betuttelend, want dat werkt meestal niet, maar wel zorgzaam, verzorgend, als een beschermde overheid, de overheid die u mee begeleidt naar een betere gezondheid. Maar dan niet alleen bekeken vanuit het aspect gezondheid, hè, want we hebben dat nu opgedeeld in gezondheid, je moet dan ook kijken naar het welzijnsaspect, preventie, en daar moeten die bruggen moeten daar gewoon gemaakt worden. En bijvoorbeeld, zoals mevrouw Geijnaert zegt, in de eerste lijnzone, daar moeten we die bewustwording nog meer laten groeien. Want die is er wel bij velen, maar er is geen structureel overleg daaromtrent. En hopelijk kan de eerste lijnzone daar een oplossing voor bieden. Of in de welzijnssector dan het geïntegreerde breed onthaal dat we nu aan het uitrollen zijn, maar dat daar een normale aandachtsreflex voor is als dat gebeurt zoals we dat hebben bij, gelukkig maar, kindermishandeling. Een kinderarts die gaat kijken van wat is de oorzaak van het probleem dat het kindje heeft. Is daar een kindermishandeling? Dat is een standaard geworden. Gelijkaardige standaarden, en ik wil de twee niet vergelijken, maar gelijkaardige standaarden, procedures moeten we krijgen voor onder meer alcoholmisbruik. Mevrouw Geijnaert, er zit toch ook wel een communautair kantje aan dit dossier. Hè? In Vlaanderen heb je het plan dat mikt op preventie en een globale aanpak. Er wordt al heel lang gesproken over een nationaal alcoholplan in ons land, maar het is er nog altijd niet. Hoe komt dat? Helaas is het er nog altijd niet, want dit is ook essentieel wil je effecten hebben van preventie en je zorg. Je hebt dat algemeen kader nodig die het mogelijk maakt om mensen bewust te maken en om preventief te gaan werken. Wat zou zo'n plan voor u dan moeten omvatten? Er zijn heel veel elementen in, maar op basis van onderzoek zijn er toch 3 belangrijke factoren die het meest effect hebben en eigenlijk ook het minste kosten. Dat is 1, een prijsverhoging. Ik heb gisteren eens uitgerekend, dus nu zeggen we de richtlijn voor om het risico van alcohol te beperken is 10 standaard glazen per week. Ja. Als je die 10 glazen aankoopt voor met het goedkoopste bier, dan koop je dat voor minder dan 3 euro. Bij wijn ga je iets meer, bij sterke drank kan je ook voor 4 euro 10 standaard eenheden aankopen. Dat is toch spotgoedkoop. Als je ook zegt van we drinken minder, dan moet die prijs van
die aantallen glazen ook naar omhoog, omdat we weten dat dat vooral bij jongeren en bij probleemdrinkers een heel duidelijk argument is om minder te drinken. Prijs is één zaak. Wat zijn de andere elementen? Reclame en marketing is een andere. We worden om de oren geslagen met reclame en marketing. In de voetbal is alcohol overal aanwezig. Niet alleen voetbal, ook in andere sporten. Overal rondomheen, ons heen. En die reclame moet bij voorkeur de weg van tabak volgen. Dus geen reclame. Maar je hebt natuurlijk een aantal tussenstappen. En dan kijken wij vooral naar het Franse voorbeeld. Waar je niet die fijne, leuke, ontspannen atmosfeer rond alcohol mag creëren. Maar alleen heel sec een fles en zeggen, dat zit er in die fles. En dat is de reclame. En verder mag je geen reclame voeren. Dus dat is een tweede belangrijke luik. En dan in het kort nog het derde? En het derde is het aanbod. En het aanbod gaat dan naar leeftijd verhogen, naar 18 jaar. Geen alcoholverkoop in de baanwinkels van de tankstations. De nachtwinkels beperkingen opleggen. Daar zijn een aantal maatregelen die aantonen dat dit heel effectief is. En dan kom ik bij jullie natuurlijk. Een nationaal alcoholplan. Om te beginnen van het Vlaams parlement. Zien jullie dat zitten? Ja, zeer zeker. Wij betreuren ook dat het er nog niet is. Wij hebben, CD&V heeft in afwachting daarvan, een eigen CD&V-alcoholplan naar voren geschoven, omdat wij echt wel verder willen gaan dan wat vandaag voorhanden is. Wij willen inderdaad ook de verkoop stoppen in de nachtwinkels, in de tankstations, want je gaat niet naar tankstations om boodschappen te doen, je gaat naar daartoe voor onmiddellijk gebruik, dat zijn weggebruikers, dat kan niet. We hebben het nog niet gehad over alcohol en verkeer, maar ook rond reclame kunnen we nog enorm veel stappen vooruit zetten. En tenslotte willen wij de verkoop op de leeftijd van 18 jaar brengen. Het is zo dat wij in het federaal parlement in de meerderheid zitten. Wij hebben daar jammer genoeg geen volstrekte meerderheid. Dus wij moeten samenwerken met de minister van Volksgezondheid, Margie de Blok. En ik betreur dat zij op een aantal zaken niet zo ver wil gaan. Onder andere dat zij met die leeftijdsgrens van 16 jaar bezig blijft. Je mag dan wel wijn en bier drinken, maar dan geen aperitief. Ik vind dat allemaal heel diffuse signalen. Wij willen daarin echt verder gaan. En wij willen daar echt dat de maatregelen die in ons eigen alcoholplan staan, die ook overeenkomen met organisaties zoals de VAD en anderen, dat die in de praktijk worden omgezet. Ja. Meneer Bertels, ik hoor mevrouw Jans heel duidelijk pleiten voor meer regulering, bijvoorbeeld rond tankstations en zo. Hoe bekijkt u dat? Ja, met betrekking tot de tankstations ben ik het volmondig eens. En doen we dat dan met een Big Bang of moet dat geleidelijk gaan? We moeten het aanbod beperken. Ik denk dat we moeten werken in het algemeen. Ik heb liever evolutie dan de revolutie die dan het omgekeerde effect heeft. Voor tankstations, voor mij heel duidelijk, je moet het aanbod beperken, afschaffen. Bijvoorbeeld als de evolutie, de eerste stap tijdens de avond- en of nachturen. Avond- en nachturen dan. Dus dat 's avonds en 's nachts geen alcohol meer kan of mag verkocht worden, dat gewoon verboden wordt. En daarna moet je verder gaan in een uitbreiding van het verbod. Dat je zegt van oké, dat moet niet meer aangeboden worden in geen normale winkels. Maar ik wil nog even reageren. We moeten er voornamelijk van afgaan dat de economische logica hier, het verkopen van alcohol, primeert op het welzijn, ik neem maar in breed begrip, de gezondheid van de Vlaamse burger. Dus we moeten van die logica vanaf. En dan moeten we vertrekken van oké, de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse burger, het welzijn van de Vlaamse burger, en dan moet die economische logica weg. En dan even naar collega Jans. We hebben al in 2015 een resolutie neergelegd, ja, waarbij we zeggen van oké, een aantal maatregelen te nemen tegengaan van gezondheidsschade bij overmatig en problematisch alcoholgebruik en alcoholisme. En als u een meerderheid zoekt, je moet ze misschien niet zoeken binnen de meerderheid die er nu is, maar je moet ze misschien zoeken in het parlement. En die kan er wel zijn. Dus ik vind dat daar de economische logica te veel wordt gerespecteerd, dat men daarnaar kijkt en dat jullie daar, en dan kijk ik wel naar jullie als partij, omdat je zegt, van wij hebben een CD&V-plan, dat is goed, maar druk dat ook door. Zoek een alternatieve meerderheid. En die alternatieve meerderheid bestaat er in het federaal parlement. Bestaat zeker ook in het Vlaams parlement, maar ook in het federaal parlement. Ja, want als we nu eens kijken naar die tankstations bijvoorbeeld, daar in Wallonië is daar al een beslissing genomen. Bij elke nieuwe concessie langs een snelweg zal er een alcoholverbod zijn. Waarom doen we dat in Vlaanderen niet? Wel, ik denk toch dat we inderdaad het communautaire niet uit het oog mogen verliezen. We zitten hier inderdaad met een nationaal alcoholplan dat in het federale parlement dient te worden afgesproken en gestemd. Het federaal parlement, daar is een bevoegd minister De Blok. En het is toch wel heel erg belangrijk. Maar de Waalse beslissing is een beslissing van de Waalse regering, mevrouw Jans? Ja, maar ik denk dat het toch heel erg belangrijk is om compromissen te sluiten en om wanneer je dat soort maatregelen gaat nemen, dat de bevoegd minister ook overtuigd is. In deze geval kijk ik toch echt wel naar minister De Blok. Wanneer het gaat
gaat over het verlagen van de leeftijd voor de verkoop. In ons geval, wij willen dat verhogen naar 18 jaar. We willen ook in de nachtwinkels 's nachts geen alcohol meer aanbieden. Denk ik echt dat we ervoor moeten zorgen dat we een gedragen plan hebben. Dat we dan ook echt wel in de samenleving kunnen laten zijn plek vinden. Want deze maatregelen die stuiten inderdaad wel eens op weerstand. En daarvoor vind ik het belangrijk dat we met de bevoegd minister en met haar diensten, dat we daar toch tot een goed compromis komen. Mevrouw Gernaert, laat ons nog eens kijken naar de actualiteit. Begin deze week was er de voorstelling van het memorandum van VIAS, het Instituut voor de Verkeersveiligheid, met toch wel een opvallend voorstel, een nultolerantie of een tolerantie tot 0,2 promille voor beginnende bestuurders. Is dat een goed idee? Ik denk dat dat een zeer goed idee is, omdat je als beginnende bestuurder en als jongere nog niet die ervaring hebt in het rijden en gevoeliger bent voor alcohol. Dus die combinatie maakt dat er meer accidenten zijn met jongeren onder invloed. En de eerste 2 jaar van het rijbewijs geen alcohol. Ik denk dat dat bijzonder goed is. Maar ik betreur het dan ook enorm dat dit wordt afgedaan van dit is niet haalbaar. En een jongere die een, wat was het, mon chéri neemt, die gaat dan eraan hangen. Daar gaat het niet over. En eigenlijk is de discussie toch ook, moeten we niet nog een stap verder gaan? Want uit de ongevallenstatistieken blijkt bijvoorbeeld dat als er dan een ongeval is waar er alcohol in het spel is, dat vaak de zwaarste promillages zitten bij de 40-plussers. Dat klopt. De jonge generatie is opgegroeid met Bob. En daar is de reflex van we drinken niet als we rijden veel sterker aanwezig dan bij de babyboom-generatie, die, dat merken we ook uit de cijfers, veel meer drinken en toch rijden. Dus ja, ik denk ook trouwens dat er een maatschappelijk draagvlak is om alcohol en verkeer naar 0,2 of 0 promille te halen. Een maatschappelijk draagvlak voor de nultolerantie? Is er een politiek draagvlak? Het bestaat momenteel al bij een aantal doelgroepen. Ik begreep dat de professionele transportsector, die zijn reeds onderhevig aan deze nultolerantie 0,2. Hè. Dus dat is wat het debat over. Maar het kan dus inderdaad wel al. Ik vermoed ook dat veel te maken heeft met gewoontes. Het is wat u zegt, de jongere generatie is opgegroeid met het Bob-verhaal. Ik voel dat ook, ik merk dat ook bij jongeren die spreken op Bob af, die zijn daar heel consequent. Leeftijdsgenoten van mij, daar is dat een ander verhaal. Mm-hmm. Bij de veertigers is dat iets heel anders. Dus ik vind dat zeker een voorstel om over na te denken. Ja. Meneer Bertels? Voor mij is dat heel duidelijk. Verkeer en alcohol gaan niet samen. We moeten gaan naar een 0,2% nultolerantie voor alcohol en verkeer. En dan gaat dat niet over een discussie over een mon chérieke eten of niet, of een praline met een beetje liqueur eten of niet. Dat is niet de discussie. Dat wordt ook daar niet door gevat. Dus nultolerantie, ja, maar wel in de juiste volgorde. We moeten het maatschappelijk draagvlak aangrijpen. Het is er om nultolerantie te doen. En maak er dan geen spelletje van tussen jongeren en anderen. Het mag geen culpabiliserende maatregel worden van enkel de jongeren worden getroffen door die nultolerantie. Maak daar een maatregel van voor iedereen en zeg gewoon van oké, alcohol en verkeer gaan niet samen voor iedereen. Jan Bertels, Vera Jans en Marijs Gernaert, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En u, dames en heren, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer.